Zo van harte welkom podcast nummer 49. Sprekers van de Toekomst. Oftewel, hoe word jij die nu zit te luisteren en te kijken. De betaald spreker van de toekomst. En vandaag iemand in de studio. En ik ja, ben ontzettend blij dat hij tijd heeft vrijgemaakt in zijn overvolle agenda om uh, hier plaats te nemen. Michael je Dankjewel. Wat ontzettend, Fijn om jou uh, te zien. ontzettend tof dat ja. je hier bent. Ja. Ik, ik, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik je ook heel erg regelmatig aanhaal uh, in uh, interviews. Als ik geïnterviewd word over het sprekersvak. Ja omdat je wat mij betreft wel een van de voorbeelden bent van een spreker die volledig zelf publiek heb opgebouwd. Daar gaan we het helemaal over hebben. Uh, ik zat vandaag te kijken, de laatste keer dat ik jou geïnterviewd heb, is alweer zes jaar geleden. In Tobacco Studio was het. In dat was Amsterdam. een van de allereerste gesprekken die ik ook deed. Toen. Ja. Een van de eerste ja, podcast toen de tijd. Zes jaar geleden. Ja, toen was jij aan het, echt eigenlijk aan het begin van, ja, ja. van, van, van je looppad. Ja, ja. Als je nu zo terugkijkt hè, op, op de afgelopen zes jaar, hoe, hoe heb je die reis beleefd? Um, lang verhaal. Uh, stapje voor stapje. Uh, jij, jij, jij was er echt bij in het begin. Ik, want ik, ik had het er met, met Cindy over uh, vanmorgen. Ik zeg, kan je nog herinneren... dat wij zo'n heel klein masterclassje deden... ergens ja. in Brabant, in ja. een of andere luxe villa. Klopt. En de tweede, de eerste... kon ik echt bijna niemand bij elkaar krijgen. En bij de tweede ook niet. Volgens mij heb ik jou toen gebeld en uh, nog ja. wat mensen. En daar was jij ja. bij. Ja, dat klopt. Met de Arjen van Lidl. Ja, het met Arjen. Ja, ja. Ja, 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 ja. En dat was echt het begin van... Ja, wat gaan we doen? Hoe gaan we het doen? Uh... Ja, want ik weet nog dat onze allereerste afspraak uh, was bij jou in Amsterdam nog. In jouw huis. Ja, en wow. want toen kwam je echt met je allereerste vraag van... Ja, ik zit eraan te denken om yeah. het vak in te yeah, gaan. Yeah. Hoe, yeah. Hoe, hoe, hoe pak ik het aan? Yeah. Wat zijn de wegen? Hoe moeten we het bewandelen? Ja. Uh, en in die tijd, want je hebt het over sprekers van de toekomst... Niemand wilde mij hebben, echt, in die tijd. Want ik begon natuurlijk direct bij de grote sprekersbureaus en iedereen zat me aan te kijken van nee hoor. Niemand had interesse, behalve jij en ik vergeet steeds hun naam, Sprekershuis. Sprekershuis, ja. En verder had iedereen zoiets van nee hoor, nee, nee, nee. Niemand wilde. Wie zo'n die radio, DJ, DJ? Ik denk dat dat het was, ik weet het niet. Maar niemand geloofde er überhaupt in, denk ik, dat ze mij konden boeken. En, uh, en toen dacht ik ook van, nou ja, dan ga ik het zelf doen. Ja, ja. maar dat is wel vaker in jouw carrière ja, gebeurd, toch? Ja, dat, klopt, ja. <laughs> dat mensen er eigenlijk ja. niet zoveel brood in zagen. Ja. Dat je ja. dacht van, laat ik het allemaal zelf dat ze doen. Dat is een goede trigger natuurlijk. Ja. Dat was ook met boeken schrijven. Toen ik, uh, toen ik Dans in de Hemel mijn eerste boek aan het schrijven was. Dat eigenlijk geen enkele uitgever dat wilde uitgeven. Totdat uh, hele aardige dame bij Luitinga uh, of Luitinga Seithof volgens mij is dat okay. uh, grote uitgever. Ja. Ja, die doen uh, Dan Brown en uh, uh, Stephen King. Echt grote schrijvers. En die zei toen ook van, uh, ja, maar waarom doe je het dan niet zelf? Toen dacht ik van zelf. Ja, daar heb ik nog nooit over nagedacht, maar uh, goed idee. Ja. Nou, eigenlijk ben jij denk ik een van de eerste sprekers geweest in Nederland. Die ook echt zijn eigen publiek is gaan opbouwen. Mm -hmm. De meeste sprekers kiezen er toch allemaal voor om in de corporate wereld te gaan spreken, om het zo maar te zeggen. En dan word je geboekt door de marketingdirecteur. Ja. En dat is dan ook uh, je klant, om het zo ja. maar te zeggen. En ja. de mensen die in de zaal zitten, nou, dat is dan leuk dat ze er zijn, om het zo maar te zeggen. Maar daar heb je verder nul contact mee. Ja. Maar jij bent eigenlijk de, een, de, de eerste die ja. echt daadwerkelijk de eindgebruiker, om het maar even zakelijk ja. te noemen, als, ja. als klant ook hebt. Ja. Is, is dat iets wat je eigenlijk al vanaf dag één dacht van: oh, dat, dat ga ik zo doen? Of is dat echt gegroeid? Nou, wat ik zeg, er waren weinig mensen die mij wilden boeken. Uh, jullie hebben mij in het begin best wel vaak uh, geboekt. En ja. wat, ik, wat ik merkte was dat uh, bij een aantal van dat soort opdrachten, dat ik het eigenlijk helemaal niet leuk vond. En wat jij zegt, dat is het wel. De, degene die jou boekt, vindt het dan leuk dat jij er bent. Maar de mensen die in de zaal zitten, die hadden bij mij vaak zoiets van: hé hey, gast. Uh, <laughs> Waarom moet ik hier naar luisteren? Moet ik naar jou luisteren? Ja. En dat, dat merkte ik wel vaak. Dat als je niet voor mij kiest om naar mij te luisteren. dan kan, zeker in het begin. Ik ben nu wat, wat genuanceerder. Ik heb heel veel geleerd. dan kan mijn boodschap wel eens overkomen dat je denkt: wat moet ik hiermee? Soms is dat dan van. Oh, het gaat alleen maar over succes en geld. Uh, daar had dat publiek dan niks mee. En aan de andere kant was het te zweverig, te spiritueel. Uh, dus. Op beide uh, gebieden kon ik wel eens die plank zo misslaan dat, dat mensen in het publiek echt, echt zeiden van, uh, gaat het nog lang duren? Ja. Er is wel eens uh, een, een middag geweest en dat was voor mij ook het moment dat ik zei, dit ga ik niet meer doen. Uh, dat het publiek echt, echt zo zat. En toen ontstond er na afloop een enorme discussie van, ja, en jij hebt makkelijk praten en je mooiste leven leven en wat moeten wij daarmee en... Het werd zo'n discussie dat ik zei: maar, maar luister nou eens goed naar wat ik zeg. Ja. Jullie hebben alleen maar oordelen. En daar hadden we het juist over: dat mensen heel vaak oordelen zonder na te denken, zonder dat ze weten waarover. En, en toen dacht ik: joh, ik heb hier helemaal geen zin meer in. Nee, heb je niet gedacht dat je toen van: ik stop er gewoon mee? Want, ja, dat dacht ik ook. Er, er waren twee, want uh, dit was de laatste. En de keer daarvoor had ik een keer iets, en dat was iets, iets medisch, ik weet niet wat, met huisartsen. En ja, toen, toen gingen mensen echt door mij heen praten. <laughs> en dat vond ik zo uh, nou, niet, niet aangenaam. En toen, toen stond er een huisarts op en die begon echt nou ja, een heel betoog tegen mij. En toen zei ik van ja meneer, ik weet echt wel waar ik over spreek. En het werd een discussie. En ik ben hier de arts. Ik zeg, oh wauw. En ik heb jaren met iemand samengeleefd die chronisch ziek was. en ik heb, denk ik, vaker in een ziekenhuis gezeten dan nu. Ja. Dus ga mij nou niet vertellen, weet je. En ik werd boos, want die man raakte mij zo ja, in mijn ja, hart. Ja, ik ja, denk. Ja, ja, ja. En toen kreeg ik een enorme discussie, dat had ik nooit mogen zeggen. want die man was heel belangrijk in die groep. Ik zeg, nou, dan moet je je pers of oh, hey, je, ja, 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 ja. Je, je publiek moet je gewoon een beetje in bedanken. Ja, ja. hou eens op, ik kom hier spreken. En de opdracht was, en, en, en dat zal je misschien ook wel herkennen. De opdracht van degene die mij geboekt had. Je moet een beetje prikkelen. Oh, ja. je, je moet een beetje, hè, ja. het, het is een beetje ja. saai allemaal. Jij moet een beetje zorgen voor ja. uh, je oppeppen. Dus jij ja. ging ook nog wel lekker de goed dus in. Dacht, ja, van, ja Goh, dit dus is de ze maar komen. Ja. 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 En ik bedoelde het allemaal goed. Want ik wilde een, een discussie uh, op, op touw zetten. Maar dat liep zo uit de hand. En na die twee incidenten dacht ik. Ik vind het niet meer leuk. Maar dat is ook wel, maar ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat je toen ook nog wel een soort van kwetsbaar op van podium staat. Want het was een van de eerste keer ja, dat ja, je er verhaal waren deelde. kleine zaaltjes, er was niet eens een podium. Je stond in een zaaltje met twintig of met vijftig ja. mensen. Heel klein. Ja. Maar misschien, dit is misschien wel de grootste angst van elke spreker. Dat je gewoon door je publiek afgeserveerd wordt, om het zo maar te ja, zeggen. Ja, daar moet je nooit bang voor zijn. Nee, ja, oké, okay, maar goed. Ik kan me wel voorstellen dat, dat je dan wel zoiets denkt van: oké, okay, moet ik dit idee niet eens gaan heroverwegen? Nee, ja, ik, 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 ik zeg altijd, dat is echt wel een advies. Ja, trek je niet, niets aan van wat andere mensen van je vinden. Ze hebben oordelen en meningen, ze vinden altijd wat. Ook over mij, dat geeft niet, het is over iedereen. Maar op het moment dat dat totaal uit zijn verband wordt gerekt, en dat jij wordt afgerekt op dingen die je eigenlijk helemaal niet zegt. Soms horen mensen andere dingen dan, dan die jij op het podium vertelt. En, um, ja, en, en Dat is hun eigen werkelijkheid. Ja, ze hun eigen uh, werkelijkheid. Ze horen ja. hun eigen versie ja. van wat jij vertelt. Dat, 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 dat is hun eigen, hun eigen waarheid. En um, ja, daar moet je niet bang voor zijn. En als je, als je weet waar je over spreekt en, uh, en je spreekt vanuit je hart en het is oprecht, dan hoef je nooit bang te zijn. Nee, dan kan je het nooit mis hebben. Eigenlijk kun je nooit mis nee. hebben. Maar heb je dat nu ook nog wel eens in een zaal bijvoorbeeld? Je, bent nu, je zit nu midden in je theatertour. Ja. Uh, je, je haalt nu volle, volle zalen. Ja. Hè? Dat als je dat aan die Michael had gevraagd toen je dat ja. optreden had ja. gedaan... had je dat waarschijnlijk ook nooit uh, gedacht... dat je nu je theatertour binnen tien minuten uitverkoopt, volgens nee. mij. Heb je nu ook nog wel eens dat je een kritische uh, bezoeker ah, ja. in de zaal hebt zitten? Ja, ja. ja tuurlijk. En kun je daar een voorbeeld van noemen? En hoe ga je daar dan mee om? Nou, um, wat je net zegt, daar heb je ook weer gelijk in. Ik... Ik had nooit bedacht dat ik in een theater zou gaan staan. Nee. Ik ben niet Guido Wijers. Ik ben niet Jay. Ho, ik ben niet grappig. Um, dus wat moet ik in een theater? Ja. En ik werd toen gevraagd door iemand die zei: uh, hoe gaan die dingen? Iemand stuurt mij via LinkedIn een berichtje: zou je niet een theaterprogramma willen doen? Ik dacht, nee, ga ik echt niet doen. Ga ik echt niet doen. Ik ga nee. nooit in theater staan. Want ik zeg altijd eerst nee. Nee. En daar ging ik over nadenken. Toen dacht ik: ja. Oké, okay, nou ja, ik ga het gesprek aan, misschien als het over meditatie mag gaan, of rust in je hoofd of zo. Dat, dat, dat is misschien wel leuk. Want jij weet wat ik doe: dat zijn programma's die duren nou, een hele dag of twee dagen, twaalf uur uh, achter elkaar, lange, lange programma's. En ik, zou, ik, ik kan niet in een uur of in anderhalf uur vertellen wat, wat ik wil vertellen. Dat, dat is veel te fragmentarisch, ja. veel te kort. Dan kom mijn ja. boodschap niet over. Dat merk ik dat ook druk je vaak. niet even in een, in een nee. standaard verhaal. Als ik van korte, korte video's post op social, krijg ik ook vaak kritiek. Want dat is natuurlijk zo'n momentje ja. uit, uit 12 uur. Als je de context niet kent, dan kun je wel eens denken van hé hey, gast. Weet je, lekker makkelijk praten. Oh, je bedoelt als je snippets van je show op social media hebt? bijvoorbeeld. En dat okay. begrijp ik. Ja. En, en wat ik nu in het theater doe, is een theatervoorstelling. Het heet Rust in je hoofd. Het gaat over bewustzijn, het staat ook bij. Een momentje voor jezelf. Er staat niet, het is een meditatieworkshop. Um, er staat niet wat het niet is, maar mensen gaan dan wel in hun hoofd bedenken wat het wat wel het is. Zou, zou, zou kunnen zijn. Dus ja. bijvoorbeeld gisteravond. Na afloop ik ben ik altijd heel erg bereikbaar. Ik zeg ook: stuur mijn berichtjes via mijn Insta, met mijn, mijn dametjes. Ik vind het leuk. Want na afloop ga ik nooit naar de foyer. Dat heeft een reden, omdat mensen echt twee, drie uur in de rij gaan staan uh, om een praatje te maken. En dan, ja, ja, als ik om tien uur klaar ben en ik sta om half één, één uur nog in de foyer, dat trek ik niet. Nee, dat, en, dat... en ik denk dat mensen ook heel graag dan hun levensverhaal aan je en dus kwijt de... willen. En, en, dat, dat... en dat, dat is moeilijk voor te stellen, maar ik reken het altijd voor. als er 180 mensen in de rij staan en ik ben één minuut bezig met jou, dat is drie uur. Maar ik ben meestal niet één minuut bezig. Want dan zeg jij, ja, ik zit met een klein probleempje. Mag ik even. En dat oh, ja. is, en is een mega zo'n levenswaar. Ja, ja. Waarop ik niet in een minuut even antwoord kan nee. geven. Dus ik doe ja, dat heel veel succes ermee. Uh, ja, dat dat ja. gaat niet. Dat ja, gaat nee, niet. Nee, nee. Maar ik zeg wel, als je na nou afloopt even een berichtje stuurt, kan ik dat s'avonds na afloop. Ik oh, kan ja. toch nooit direct slapen. Dan zit ik een uurtje of anderhalf op me insta een beetje, een beetje antwoord te geven. Dat vind ik prima. En dus gisteravond zegt iemand: Ja, ik was toch wel een beetje teleurgesteld. Want ik had verwacht dat we de hele avond zouden gaan mediteren. Oh, die dacht gewoon, de, de, het wordt echt een meditatieshow. Ja, we, we gaan oh. anderhalf uur mediteren. Ja. En uh, toen zei ik ook maar, waar kwam die verwachting vandaan? Waar, waar heb je dat gelezen? Misschien heb ik dat verkeerd gecommuniceerd. Staat er ergens dat we een, een meditatieworkshop ja. doen? Kan natuurlijk. Hè, dat je, nee, in, nee, nee, ja. nee, 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 nee. Dat, 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 dat dacht ik. <laughs> ja. ik zei, ja, maar dat is, dat is dus interessant. Want jij dacht dat, en dit is waar de hele show over gaat. Ja. Het gaat over hoe wij denken. En het gaat over over levenswijsheid. Ik zeg ook, het gaat over levenskunst. Ik stel heel veel vragen, je moet nadenken en uiteindelijk ga je wel met rust in je hoofd weg, maar ook wel met heel veel vragen om mee naar huis te nemen. Er zijn natuurlijk ook altijd mensen die mee moeten. Oké, John, ik ga, dus ga met me mee. Of jij gaat en je zegt tegen hem van, hij gaat nou mee. en Hij zegt, gaat er niet alleen zitten. Gast, er zijn er wel secteleider, zweeft heeft die gast, daar ga ik niet naartoe. Dus, dus jouw stoere vriend gaat met jou mee oh, ja, en die ja, zit daar ja. natuurlijk een beetje zo ja. van oh en dan in het begin, nou ja het begin zou ik niet vertellen, maar het begin is zo onvoorspelbaar dat mensen dat echt niet van mij verwachten. Dus die zit al tien minuten, wat wordt dit voor een avond? Dit, wat ben ik? Dit, ja, waar ben ik? Zo is wel, is het Michael Pelagic? Klopt helemaal niet, ja. dit, dit is iets wat hij nog nooit gedaan heeft. En vervolgens uh, zitten er heel veel grappen in en ondanks dat ik niet grappig ben, maar het Weet je, in zo'n situatie ja. komen er situaties die grappig zijn Tuurlijk. en dat er gelachen wordt. Ja. En uh, ja, dan zie je vaak dat gedurende zo'n show bijna altijd iedereen wel meegaat. Oh ja. het, het is na afloop nooit zo dat ik uh, iemand krijg met kritiek van... ...joh, het was helemaal ruk, ik wil mijn geld terug, uh, oh ja. wat ben jij een eikel. Misschien zijn die nee. mensen er wel, maar die, die reageren nee, dan niet. Nee, precies, ook wel fijn. Maar heel vaak is het van, hé, hey, ik was erbij, want ik moest mee met hem... ...en ik was heel sceptisch en ik dacht ook van, wat een zweefsteef... Maar jezus, wat heb jij een inzicht gegeven. Ik ben er eens over na gaan denken. En uh, dankjewel, topavond. Ja. En dat vind ik mooi. Ja. En dat ik die mensen naar binnen Die eigenlijk krijgen, niet voor jou die, zijn die gekomen. Die we niet wilden toch uh, ja, weten, want, want weten, weten is... te nemen. Ja. En natuurlijk, ik doe het voor de volgers en voor de fans. Maar ik doe het ook om andere mensen. Die, die nog niet zo denken. Ook op die manier te gaan laten denken. Ja, ja. Want anders ja, dan, dan blijf je voor je eigen publiek ja. spelen. Die er ik misschien ook wel... Tot fan om te dopen. Ja, maar meer over. Je bent eigenlijk een van de enige sprekers. waarmee fans. mee over fans kan praten. Ik zou eigenlijk niet weten wie er. hè. Nog meer, ja, weet je, Charlotte LaBee, noemen we net al dat soort type sprekers. Die zijn wel steeds meer. heel veel volgers. Die gaan ook steeds meer die kant op. Ja, die zijn natuurlijk met publiek bezig. Precies. Maar als jij. Als jij voor een bedrijf spreekt, dan bouw je niet echt fans op. Nee. Er zijn wel mensen die denken: Oh, dat is die gast van, Precies. maar het is niet dat, ja. je, dat je een fanbase ja. hebt. En, en, en nou ja, toen ik begon, wat was het 2014? Dat haal ik ook altijd aan als mensen zeggen: Ja, maar jij trekt volle zalen, jij verkoopt honderdduizenden boeken. Ik zeg: ja, Maar toen ik begon, verkocht ik niet één boek, niemand wilde het uitgeven, en dat praten we over acht jaar geleden. Niemand wilde mij boeken als spreker. Um, en ik had nul volgers toen ik begon met mijn, met mijn social media kanalen, ja, en, en nu zijn het er heel veel. Ja. Maar ik begon met niks. Ja. Maar dat is altijd wat mensen bij ondernemerschap zien, eigenlijk altijd alleen maar het eindresultaat. Ja, ja maar ja. jij hebt makkelijk praten, hebben ja. de ondernemer, je, alsof je ergens een zak geld meekrijgt ja. om ondernemer ja. te spelen, maar die zien die hele reis er naartoe, zien ze niet. Ja. Uh, over die reis gesproken, ik, ik denk dat jij wel een van de nou ja, je bent wel echt een voorbeeldspreker voor heel veel sprekers in Nederland. Ik, 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 ik krijg natuurlijk het. alle ja. sprekers van Nederland in mijn ja. kantoor te zitten. Iedereen die, die spreker wil worden van spreker is. En jouw naam valt eigenlijk 9 van de 10 keer in die gesprekken oh, ja. altijd. Uh, ook omdat ik door jou heel erg door, heel op het inzicht ben gekomen dat mensen eigenlijk in het begin van de carrière al moeten gaan kiezen of ze de corporate kant op willen ja. of de publieke kant. Ja. Dat is eigenlijk door jou. En daar ja. haal ik, ik jou ook altijd als voorbeeld aan. Dat laat mensen al heel erg nadenken. Want je merkt door sprekers zoals jij, dat er meer sprekers zijn die die kant eigenlijk heel graag op ja, willen. Ja. Uh, maar ja, dat zeg ik ook altijd wel. Dat, dat vergt mm. wel een hele andere marketingstrategie mm. dan uh, de corporate ja. wereld, om het zo maar te zeggen. Ja. Um, maar als jij nu zo terugkijkt op je carrière, wat denk je? Wat maakt jou dan zo'n goede spreker? En waarom heb jij deze following weten op te bouwen? En die vraag zou ik ook wel aan jou willen stellen. Uh, ja, ik kan hem wel beantwoorden, maar dat heb ik al in heel veel interviews gedaan, dus ik wil ja? graag van jou horen. Nou, <laughs> ik... Um... Ik, ik, ik doe het omdat ik, uh, omdat ik het moet doen. He, voor, er is voor. Ik, ja, dat klinkt natuurlijk een beetje. Ik doe het niet omdat ik beroemd wil worden. Of om, he, omdat ik. Uh, ik wil niet op het podium staan om, om gezien te worden. Ik vind het wel best, al zie je me niet. Ik wil graag een boodschap doorgeven. Dat, dat is voor mij de essentie waarom ik doe wat ik doe. Ik kan ook lekker in mijn tuintje gaan zitten en genieten van het leven. Dat vind ik ook fantastisch. Maar... Ja, is dat zo? Is dat echt zo? Ja, dat is echt zo. Ja. Maar jij kent mij heel goed. Mijn drive is extreem. Uh, ik, wil, ik wil altijd alles eruit halen wat erin zit. En ik zie wat het met mensen doet. En in het begin waren dat een paar mensen. En daarna werden het er meer. En nu zijn het er heel veel. Maar ik zie hoe ik beetje bij beetje, één voor één, het leven van mensen kan richting kan geven. Ik zeg altijd: ik verander jouw leven niet. Maar ik geef je wel inzichten. Ik ben een richting aanwijs, En daarna kies jij welke richting je op wil. En mensen vertrouwen mij daarin en luisteren. En die, die denken niet, oh ik lees dat boek, ik gooi het weg en ik ga lekker door zoals het ging. Nee, die gaan er heel vaak iets mee doen. En doordat ik het echt oprecht doe, en ik durf te zeggen, ik weet waar ik over spreek. Ik heb een track record. Ik ben... Uh, ja, ik heb alle kanten van, van links en rechts en boven en ja, onder wel gezien. Veel van het leven als ja. van, van ondernemen. Dus, dus ik spreek uit, uit ervaring. Um, wat. Dat kan ik nog wel toelichten. Ik leg het wel eens uit. Mensen die in het water vallen, die dan gered worden, die denken vaak dat ze ervaringsdeskundigen zijn omdat ze in het water zijn gevallen. En dit, dit is een metafoor die je kunt toepassen in heel veel gevallen. Daarna gaan ze zwemles geven aan anderen. Dan zeg ik, je maakt een kleine fout. Iemand heeft jou gered. Voordat jij andere mensen kan leren hoe ze kunnen zwemmen, moet je eerst leren zwemmen. Je bent alleen gered. Je ja. hebt in het water gelegen. Ja. Maar je kan nog niet zwemmen. En dus niet zwemles geven. Nee. En dat zie ik natuurlijk wel gebeuren. Veel mensen die op een podium gaan staan. Die denken ik ga ook spreken. Ik ga spreken want ik wil veel volgers. Ik wil ja. veel applaus hebben. Ik denk dat ik daar makkelijk veel geld mee kan verdienen. Dat is niet de juiste intentie. Nee, dan ben je met het eindresultaat bezig. Dat is niet goed. Nee. Dat resultaat komt als jij de juiste weg er naartoe aflegt. En, en daar is tijd voor nodig. Ja. Daar, daar is echt tijd voor nodig. Want de allereerste keer toen ik mijn eigen event wilde organiseren. Toen weet ik nog wel dat ik een, een zaal wilde huren waar 300 man in, in kon. In Amsterdam. En dat Cindy zei, maar waar gaan die mensen vandaan komen? Ik zei, ja. weet ik veel. Als ik kaartjes ga verkopen, dan komen die vanzelf. Ja, zei ze. Maar ik echt, eh, niemand kent je. Ja, ze kennen je van vroeger, uit een vorig leven. Maar daarvoor gaan ze niet komen. En niemand weet wat je nu doet. Dus niemand gelooft je. Nou ja, dat, dat was ook zo. Je, ja. Toen ik begon... Want mensen zeggen wel eens, ja, maar je had een voorsprong. Want je, best, je was al bekend van de radio. Nou, de eerste jaren, ik weet niet of jij dat nog kan herinneren. Maar tot pak een beet vier jaar geleden. En soms nu nog, hè. Ex-DJ. Uh, er Werd altijd teruggekeken naar wat ik had gedaan, ja, Ik zag je zelfs als de, als de automotive guy? Want jij, oh, dat, jij stond dat heb heel lang ook gedaan. Weet ja. dat al die auto-events ja, uh, auto presenteren ja. en, en, en de interviews en de koppen in de kranten waren meestal uh, oud-radio DJ. Oud-radio DJ heeft het licht gezien, ja, media-miljonair, uh, Predikt nu uh, over geluk. Uh, uh, dus het werd heel erg in een hoek geduwd. Uh, wat, wat, waar ik zelf, uh, nou, dat was ik niet, dat deed ik helemaal niet. En dat, ook dit was weer dat frame dat, ja, framen, dat oordeel, dat ik dacht: hé, hey, maar kom nou eens luisteren, kom nou eens luisteren wat ik doe. En er kwam niemand. Dus Cindy had uh, totaal gelijk met uh, die 300 mensen. Dat, sterker nog, wat ik je net zei, we kregen er niet eens vijf bij elkaar toen ik mijn eerste uh, mini-masterclassje deed. Ja, ja. Uh, dat maar lukte maar, wat, maar hoe, wat, wat ik dan wel fascinerend vind, is dan, uh, want je zegt aan de ene kant, joh, dat hele pony kan mij gestolen worden, ik desnoods ga ik lekker op mijn zeilboot ergens ja. zitten en dan ben ik ook gelukkig. Um, dan toch heb je ergens een, een, een hersenspinsel in je hoofd en zegt, ik, ga, uh, ik wil mijn verhaal delen met ja. mensen, dan begin je dat te doen en dan voel je eigenlijk aan alle kanten weerstand ja. en word je in hoekjes gedrukt Dan krijg je labels en ineens kom je in het publieke domein en blijkt hij helemaal niet zo leuk te zijn bureaus geloven niet in en, maar wat is het dan toch waardoor je dan toch denkt, ja maar ik ga dit wel doen nou op het moment dat iemand tegen mij zegt, uh, jij kan dit niet Oh ja. dat is voor mij wel een trigger hoor dat is echt een trigger. ja, dan, moet je, dan, ga je, dan ga je vechten. Ja, dan ga ik Maar, maar voor, voor wie? Om, ja. om aan die anderen te bewijzen? Nee, nee, ik kan het? nee, kijk, Ik wil altijd winnen. En wat ik van, van Dempene, mijn zakelijk mentor, heb geleerd... is don't, don't play not to lose. Play to win. En ik wil altijd ja, ja. winnen. Ja, ja, je moet beter zijn met niet verliezen. Maar, maar dit Marcel? wordt vaak ja, verkeerd ja, geïnterpreteerd. Ja. Ik wil winnen van mijzelf. Ik hoef van niemand anders te winnen. Ik hoef niet van jou te winnen. Want ik zit ook niet op jouw oordeel te wachten. En ik heb jouw goedkeuring niet nodig om, om gelukkig te zijn. Ik, ik leef een leuk leven. Ik weet wat ik aan mezelf heb. Ik weet dat ik oprecht ben. Dat ik mezelf in de spiegel kan aankijken. Dat, dat weet ik. En al zegt de hele wereld dat dat niet zo is, dan, dan doe ik blijkbaar iets verkeerd. En dan komt mijn boodschap niet over. Maar ik weet dat het zuiver is. Maar ik wil wel winnen. Dus als jij zegt. Uh, jij kan dat niet, of uh, ik ga je niet boeken, of ik geloof je niet die op, die op te wachten. Ja, ik geloof wel in mezelf. Ja. En dan is het aan mij hè, om die keuze te maken. Ga ik lekker uh, gewoon weer eens uh, een paar jaar rond de wereld zeilen... of ga ik lekker in mijn huis in de tuin zitten, of ga ik dit doen? En het was nooit mijn intentie om dit te gaan doen. Uh, misschien speelt dit ook mee. Ik heb hier niet voor gekozen. In eerste instantie had ik er niet voor gekozen. Ik schreef toen Dans in de Hemel, mijn roman... Mm -hmm. En dat was, denk dat was je ik, eerste boek. Dat was mijn eerste ja. boek. En dat was het keerpunt. Uh, ik, ik werd nauwelijks geboekt uh, in die sprekerswereld. Waar niemand me wilde hebben. Niemand nam me serieus. Niemand nam me serieus in die boekenwereld. Dus wat deed ik? Ik, uh, ik postte op Facebook berichtjes. Uh, als je het leuk vindt dat ik bij jou in het dorp kom spreken. Uh, regel maar een zaaltje. Het dorpshuis of een, een restaurant. Gewoon een zaaltje waar 100 of 150 mensen in kunnen. Ik kom voor niks spreken. En uh, dan maken we er een leuke avond van. En wat we, dat hebben we een jaar lang gedaan. Elke week reden we naar Westerbork, Terneuzen, I don't know. Ik heb heel Nederland gezien. Het was net zoals vroeger met Ravin Show. Om niks. Nou ja, om niks. Ik verkocht uiteindelijk boeken. Ja. En, en die verkocht ik niet eens zelf. Ik heb daar niets aan overgehouden, financieel gezien. Maar dit is mijn manier van marketing, of eigenlijk, ik haar manier van marketing. Zij zei: ze, Je moet mensen zien. Mensen moeten jou ja. zien, moeten naar je gaan luisteren en die moeten je verhaal horen. Die mensen ga je raken, want dat wisten we. En die mensen vertellen dat op een verjaardag. Weet je nog die gast van die auto's? Van die, die, nou, ik was laatst bij hem. Nou, echt, hij vertelde hem een goed verhaal hoor. Het was een goed verhaal. Ja. Nou, ja, waarschijnlijk uh, nee heel. Maar beetje bij beetje ga je mensen dan meekrijgen. Ja. En. Ik deed het altijd zo dat de lokale boekhandel, die mocht daar dan de boeken verkopen. Dus die verdiende op zo'n avond, weet ik veel, 1500 euro. Oh ja, waren blij. Die waren blij. Ja. Dus die boekhandel, die gingen we daarna supporten. Dus ja, als jij honderd boekhandels hebt in Nederland die, die jouw boek een keer extra gaan inkopen, dan beetje bij beetje gaat het lukken. Dus je, je wordt zichtbaar in de boekenindustrie, je wordt zichtbaar bij publiek. En dat, dat gaat langzaam. Maar dat is wel een hockeystick. Ja. Maar dit is precies de reden waarom. Wat ik als antwoord zou geven als mensen zouden vragen: van waarom, uh, waarom jij zo succesvol bent? omdat je ook. Deze stappen vergeten bijna alle sprekers, de, de, de beginstappen. Ja. Sowieso alle mensen in de entertainment-industrie ja. zijn alleen maar bezig met in de Amsterdam Arena of de Ziggo-Dam optreden. Ja. Maar die vergeten alle stappen die je moet nemen om daar uiteindelijk ja. te komen. En de, uh, als artiest moet je er eigenlijk niet aan denken om naar, naar hoe heet dat, uh, Groningen toe te rijden en daar in een boekhandel je verhaal voor 40 nee. Kijk, en mensen te gaan vertellen. Hoe belangrijk vind jij jouw publiek? Precies. Ik denk dat ik van 50% van de mensen die bij me zijn geweest hun namen ken. Als je mijn foto laat zien, weet ik wie het is. En als ik de foto zie en ik ken de naam, dan weet ik: jij had een probleem met je moeder. En, en jouw vader had zich opgehangen. En uh, jij werd vroeger op school zoveel gepest. En ik weet het gewoon. Als die mensen in de zaal zitten. En de, dat is op je, je oprechte interesse. in oprechte immense, interesse. Ja. Kijk, wat ik deed is met onze eigen events: eh, ik laat mensen vragenlijsten invullen met, met vragen, zodat ik weet wie jij bent. Ja, dat, is dan niet het, ja, dus dat zijn echt Met, met, de, de, ja, met Maxima Potential, ja, persoonlijke ja, ja, meeschap, ja, ja, wat ja, ik vroeger ja. deed. Dan weet ik wie er in de zaal zit. En als ik weet wat jouw problemen zijn, wat je van me wil weten, weet ik ook wat ik kan doen. Ik draai niet maar een programma af. Nee, ik weet gewoon, die mensen hebben dat Oké, okay, en de Congo. Ja, zeg hé, hey, Robert. Jouw probleem is dat je niet zo goed weet hoe je met je business verder moet. Ja, nou, dan denk jij Holy fuck, hij weet ja. hoe ik heet. Ja. Hij weet wat mijn probleem is. En toen we 50 mensen hadden, was dat natuurlijk wel van. Ja. Ah, nou, ja. dat lukt wel. Dat je begint 500, 600 man. Bij 200 al, mensen. Maar toen ik 800 of 1000 mensen in de zaal had en door de zaal heen liep. en dan zei ik van: zeg Robert de Vries, waar zit je? Oh, daar. Ja. Dat jij denkt van: holy fuck. Shit. Ja. En andere mensen dachten: oh, dit is afgesproken. Want je kan nooit tussen zoveel mensen dan weten wie wat is. En ik, natuurlijk weet ik niet van iedereen alles, maar ik wist gewoon een soort fotografisch geheugen. Ik wist heel veel van, van de bezoeker, van mijn publiek. Maar en dat kan je alleen als, je, uh, als dat echt ook vanuit een oprechte drive komt. Ja, of, of je moet dit, het spelletjes. Nee, ik denk het niet. Je als je dat niet meet, dan ga je de tijd niet in stoppen. En wat jij zegt, uh, dit zijn de kleine dingen. Hoe word je groot? Uh, elke dag kleine stapjes nemen. En wat ik. In het begin deed en nog steeds doe. en dat heb ik geleerd van Gary Vee. Nou, Gary Vee, die kennen we. Uh, heeft miljoenen? Dan moet je nu echt stoppen met lijnen. Ja, dan, dan is dit niet het verhaal. Dan is dit niet het, het verhaal waar je in moet zitten. Ja. Gary Vee, die zei: Ik beantwoord heel veel DM'tjes. Ja, hij heeft er waarschijnlijk miljoenen. Dan kun je niet alles beantwoorden. Nee. Ja, zit maar op de 20 uh, in het begin zat nee. ik gewoon een paar uur per dag. Zat ik antwoord te geven. Dat liep wel een beetje uit de hand, want toen zei Zin. Uh, ja, je ik bent ben er ook nog? Je, nee, maar Je bent de hele dag één op één coaching ah, ja. aan het geven. Ja. Jij kunt niet een uur lang met iemand zitten chatten. Dat is een één op één coaching, dat, dat gaat niet. Uh, dus daar moest ik wel een beetje uh, grens aan stellen. Maar ik doe dat nog steeds. Maar wat uh, is die grens dan? Waar houdt het dan op? Nou ja, een uur of ander, anderhalf twee per dag, niet meer. Oké, okay. in totaal, zeg maar. Aan, totaal. Aan alle, ja. Ja, ja. Ja. En die tijd die uh, maak ik, of vind ik? He, dus, zoals nu uh, na, na mijn theaterprogramma, als ik in de auto zit, dan rijdt zin terug. Kan ik een uurtje vragen beantwoorden of re reacties beantwoorden? De volgende ochtend kan ik dat doen. Tussendoor, als ik even zit te zitten wachten, dan. Nou ja, ik heb altijd honderden berichtjes in mijn social. En dan kan ik even wat mensen beantwoorden. Nou, vanaf het begin heb ik dat natuurlijk gedaan. Nog steeds. En ik laat niemand anders dat doen. He, want zijn er zijn bedrijven en PA's die, die social media beantwoorden. Ik doe dat niet. Mijn mail wel, omdat. Ja, we krijgen... Niemand kan het beantwoorden zoals ik. Niemand Michael kan Project. het beantwoorden nee. zoals ik. Want iedereen kan roepen, uh, dankjewel. Dit. Maar als, als jij een serieuze vraag hebt over weet ik veel wat. Emotionele problemen, paniek aanvallen. Je ziet het leven niet meer zitten. Je hebt gedoe met je ouders. Er zijn zoveel dingen waar, waar mensen mee zitten. Ja, ik ben de dokter veel op dat moment. Ja. Ik kan dat beantwoorden. Ja. Niemand anders. Ja, Cindy kan het uh, inmiddels, want die, die zit er de hele dag bij, Precies, die ziet ja. en die hoort dat wat ik doe. Die hebben dezelfde visie uh, op dingen. Ja. Maar daardoor heb ik zoveel mensen geholpen. En die ene die ik dat berichtje heb gestuurd, vergeet dat nooit meer. En door de loop der jaren heen zijn dat 100, ja. 200.000 mensen geworden. Ja. Ja, dat zijn fans. Ja. Nou ja, ik zie het ook op social media bij jullie, weet je. Jullie, jullie blijven nog ja. steeds zoveel, zoveel, zoveel als kan, kan, kan op ja, mensen reageren. Nu, ik uh, ben dan nu deze maand met, uh, met Master Your Mindset voor, voor die NS Publieksprijs genomineerd. Wat ik super tof vind. Had ik nooit verwacht. Vind ik helemaal te gek. Ja, en ik zie ineens de, de power van dat leger van die fans. Oh, en iedereen ja, ja. Gaat, het gaat... Het hard maken wow, nu. Voor. Hij ja, moet winnen. Ja, weet je ja, Dat ja, heb ja. je verdiend. Daar heb je hard voor gewerkt. En ik denk van wow Dit is de payback van al die, die investeringen die ik gedaan heb. Ja. En, voelt, dat, voelt dat dan ook zo? Is dat, is ja, is dat, is dat, is dat is voelt dat. dat? Ja. En, en niet dat ik denk van ja, ik heb dit allemaal gedaan om dit te bereiken. Nee. Maar ik krijg dit cadeau nu terug. Omdat ik dit, ja, ja, ja. Omdat ik dit allemaal gedaan heb. Ja. En nu zijn het zoveel duizenden berichtjes op een dag dat ik... daar gaat niet meer. Ja. He, ik, ik beantwoord wat ik kan, maar dit, ja. ik kan niet meer alles ja. overzien. He. Maar weet je wat? jij bent, denk ik, er enorm goed in geslaagd ook om je, je zakelijkheid en je business inzicht uh -huh. te combineren met het, het spreker zijn. Ja. Want je hebt echt wel een brand om jezelf heen gebouwd. Ja. Um, als iemand, als iemand nu zit te kijken en denkt van god ja, weet je, ik Plaza? Wauw, dat is ook mijn pad. Mm -hmm. hoe, hoe, hoe kijk jij businesswise naar jezelf? Hoe, hoe, hoe pak je dat aan? Maak je, ga je plannen maken? Is, is dat allemaal fingerspietsje gevoel? Hoe, hoe, hoe werk jij? Nou, ik heb natuurlijk een strategie die ik toepas. Dus ik zou moeten zeggen. Ja, we hebben een strategie. Ja. En wij, wij passen die strategie ook ja. toe. Je moet het doel hebben, je moet exact weten wat je wil ja. behalen. Ja. En je kan niet zeggen. Ja, ik wil een, een, een populaire spreker worden. Of ja, hoeveel? Hoeveel klussen wil je dan doen in dit jaar? Hoeveel, ja. hoeveel omzet wil je draaien? Hoe... Welke groepen wil je staan? Ik, ik ja. had heel duidelijk, toen wij begonnen, in, in, in wat jij zei, toen wij op de Brouwersgracht woonden, hadden we, uh, als je binnenkwam direct, was een whiteboard. Ja. En daar hing een foto, die had Cindy gemaakt, van de Westergasfabriek. Uh, en daar gingen 1500 mensen in, dus er stond 1500 man publiek. En had had een fotootje van mij op het podium gezet. En dat, dat was wat ik iedere dag zag. En daar stond bij 2018, ja, dan heb ik dat, dan doe ik dat. En dat was natuurlijk. Dit is visualiseren, dus dat was het doel stellen, heel duidelijk, heel concreet maken, visualiseren. En in voorjaar 2018 stond ik in de Midden-Nederlandhallen in Barneveld met 1500 uh, mensen. Ja. geen Westergas, maar uh... geen Westergas. Dus nee. ja, weet je, ook, het hoeft niet altijd nee, 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 die locatie nee, 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 te nee, nee, zijn, maar nee, nee. het waren wel die mensen ja. met dat event en dat ja. was gelukt. Maar jij zegt, uh, ja, marketing of iets. Het is niet dat wij een marketingplan voor mij hebben. Of we gaan me zo profileren. Ik doe gewoon wat ik doe. Ja, want is het dan ook zo dat je gewoon heel erg bij jezelf bent gebleven... en ja, ik, want dit is Michael, dus dit zijn mijn merkwaarde om het zo maar te al zeggen? Al die mensen om mij, oh, ja, niet om mij heen, maar uh, laten we zeggen... de externe partijen zeggen, nee, we willen je social gaan doen en dit. En nee, je moet zorgen, je Insta moet er zo uitzien. Videos oh ja. mogen niet uh, langer dan dit dit. Uh. Ik zeg, nou, mijn Insta is, is één chaos... Uh, er zit geen patroon in, geen regelmaat. Ik doe wat ik doe. Maar is het echt zo? Want zo, ja. zo oogt het niet. Wel, nou, kijk maar eens goed. Uh, nou ja, oké, okay, misschien dat het dan, uh, weet het niet, helemaal op elkaar afgestemd is. Maar, nee, maar het, het voelt wel je idee achter, is, achter zit. Nee, er zit geen idee achter. Grappig. Ja. Er, er zit ook geen structuur achter. Ik post wanneer ik dat wil, wanneer ik er zin in heb. Uh, niet van ja, je moet dan posten als beste moment van de dag, okay. drie keer per dag. Nee. Nee. Het wordt, ik doe, het wordt ook niet van tevoren bedacht. Het is gewoon dat ik denk van nou, dit is leuk, dit post dus je hebt een plan van oké okay, nee. maandag post ik dit. Nee, en dinsdag nee, nee, heb ik dat. Nee, en dan is het vrouwendag. Dus dan steek ik in op. Uh, daar ben je helemaal niet mee bezig. Nooit. Het is gewoon puur. Oké, okay, dit komt in me op. Dit filmpje heb ik. Ja. Dat gaan we nu posten. Ja. Ja. Wat grappig. Echt dat had ik niet, uh, eerlijk gezegd niet verwacht. Nee, dus daar zit geen plan achter. Uh, er, zit, er zit natuurlijk wel een, een plan en een structuur achter de, de events die we organiseren. Ja. En, en, en net zoals jullie uh, al heel lang niks hebben kunnen doen... konden wij ineens geen live events doen. Maximum ja, corona, ja. kon niet doorgaan. Uh, de theatershows, uh, het, was echt, het was in een half uur allemaal uitverkocht. De hele tour was uitverkocht. En toen kon het niet doorgaan. En je ziet wel nu, hè, want het heeft twee, tweeënhalf jaar stilgelegen... nu zie je ineens dat die verkoop moeilijker gaat. Ik verkoop alles uit... Maar wel pas in de ja, laatste ja. twee weken voor, voor de voorstelling. Maar het is al überhaupt uniek dat je nu in deze tijd uitverkoopt. Dat, dat op, want zeggen want dat de, de, de theater... bijna geen enkele theatershow nee. verkoopt uit. Nou ja, wel, want, want Jay is altijd uitverkocht. Nou ja, ja oké, maar dat zie je dus. Dat zijn dus wel mensen met een, met een aanhang om het zo maar ja, te zeggen. Zelfs in de musicalwereld. Ik ja. ken de wereld heel goed. Ja. Daar, 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 is, daar is echt een hele moeilijke... Het is moeilijk. Het is ook moeilijk. Dus um, wij moesten ook onze strategie omgooien. Ja. Toen hebben we een complete studio gebouwd waar we online eigenlijk ons maximum potential event konden gaan doen. En nu voor het eerst, want ik durfde het dit jaar echt niet aan. Ik, ik was te onzeker of dat zou gaan lukken. Jij ja, weet zelf met events Zeker. organiseren, Groot investering, risico. Ja, ik durf het eerlijk gezegd nog niet aan hoor. Groot niet. Nee. Nou, dit jaar durfde ik het ook niet. En ik heb nu uh, voor 1, 2, 3 juni volgend jaar, 2023, voor het eerst dan weer na vier jaar gaan we maximum potential doen. Mainstage, Brabant Hallen. Tussen de 3.000 en de 4.000 mensen. Maar ja, ik heb het vier jaar niet gedaan. Uh, het kan zijn dat heel veel mensen echt zitten te wachten. We, ah, eindelijk weer eens live. Hè, en al dat online ben ik klaar mee. Maar ja, met alle onzekerheid in de wereld. Uh, en, en ja Kaartjes niet goedkoop. We gaan het zo goedkoop mogelijk ja. maken. Maar ja. Ja. En als eventorganisator wil je natuurlijk op het moment dat je de wereld ingooit. Wil je zoveel mogelijk kaarten verkopen. Je wilt kaarten verkopen. Maar je gaat nu pas op het laatste moment je kaarten verkopen. Nou ja, we zijn, we zijn nu aan het nadenken van wat, wat, wat mag en wat moet dat kaartje kosten. Ja. Want wat gaat die hele productie kosten? Ja. Het wordt een mega show met, met artiesten. Het wordt, het wordt echt wel een show. Ja. Ik heb er echt zin in. En ik was de laatste keer bij Tony uh, Robbins en die had toen Pitbull. En uh, weet je, artiesten oh, ja. die, die hij leuk vindt. Is dat een voorbeeld voor je, Tony Robbins? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, Tony is echt, echt wel denk ik het enige levende voorbeeld wat, wat er is. Ja, ja ik is, is dat nog een, 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 nee. een, een droom? Nee. Internationaal? Nee. Nee? Nee. Het is een droom. Ja. En sommige droom moet je droom laten. Ja. Nee, ik had wel toen ik begon. Um, toen dit idee ontstond van we gaan wel zelf events organiseren. Toen zei ik ook tegen Cindy, dan moeten we naar Tony Robbins. Want dan moet je, dan moet je zien hoe dat is. En die had ook zoiets van wow. Als je voor de eerste keer bij Tony Robbins komt, dan denk je wat, wat is het voor een gekkigheid. Ja, ik vind allemaal? het wel heftig af en toe ook hoor. Is het ook? Het dansen. en oh, ja. Ja, pff, Het is ook niet altijd mijn ding. Maar ik, Tony is absoluut mijn held. Ja. Ik vind wat zij doen met je zo te gek. Ik vind hem te gek. Ik heb hem al nou, 20, 25 keer gezien. Ik ken al zijn... Audioprogramma's uit mijn hoofd. Ik luister die dingen al 30 jaar. Oh ja. Ik kan het letterlijk, als ik, als ik zo'n cd'tje opzet, ik heb alle CD's nog, mm. ik heb de cassettebandjes nog. Als ik dat opzet, kan ik het letterlijk meespreken. Oh ja. Om het, ik heb het duizend keer bepaald. Was hij dan ook uh, aan het begin van je sprekerscarrière, zeg maar, uh, je grote hij was inspiratiebron? Het, het grote voorbeeld. Ja. En natuurlijk, inhoudelijk was het uh, Denpenja, mm. um, maar inhoudelijk uh, en qua show was het, was het Tony. Ja. En Jim Ron, ja. Jim Ron is mijn grote voorbeeld, en dat was zijn leraar, dus ja, heel veel dingen die Tony vertelt, is letterlijk wat Jim Ron vertelde. Ja. En Bob Proctor is ook een echt ja. groot voorbeeld van me geweest. Ja, snap dus ik Tony maar ik, vind, ik moet zeggen, ik let Tony leeft. wel af en toe dat het bijna tegen het secte aan voelt en echt wel next level commercieel ook. Van en we nou, gaan we nu een pinautomaat achter staan en we ja, gaan maar dat. Kijk. Daarbij is het voor mij way over die eind. Precies, ja, ik ben heel blij dat je die kant niet opgegaan nee, bent. Zeg maar. en, en ik begrijp ook niet als mensen zeggen: van hij is zo commercieel. Ik ben helemaal niet commercieel. Ik doe nooit upsells. Ik, ik duw je niks door je strot. Het is niet als je dit programma volgt dat, dat ik direct al zeg: van je moet dit doen. En dat nooit. Maar Tony en heel veel van die Amerikaanse sprekers. Ja, ik stap al die mailinglijstjes. Ja, je krijgt drie mailtjes per dag. En dat is niet onze manier van, nee. van werken natuurlijk. In Nederland werkt dat ook niet. Nee, het is heel Amerikaans. Het is heel Amerikaans. Ja. Maar ik vind de show van, van Tony vind ik te gek. Ja. En eh, niet alles, want ik vind dat er te veel gekkigheid mm. is. En, en ik ben niet hij. Ik, ik ga niet nee. dansen en springen en schreeuwen te op een podium staan. Ik ben rust. Precies. Ja. Maar we hebben wel energie. En daarom zeg ik ook, ik dan ga ik kijken van wat kan ik doen om het leuk te maken. Dan heb ik leuke artiesten. Energie, muziek. Ja. Maar ik ga niet ineens Tony Robbins nadoen. Ik, ik doe mijn, mijn ding op mijn manier. Ja. Maar daardoor is hij wel mijn voorbeeld. Ja. Of een van de voorbeelden. Ja. Hey, en, en, en business wise? Gewoon, want ik bedoel, uh, meestal is van het spreker, het verdienmodel heel simpel. Is, je wordt geboekt uh, door een bedrijf en je krijgt een gaasje. Ja. Maar jouw vriendenmodel ziet er natuurlijk wel wat anders uit dan de meeste sprekers. Maar is natuurlijk totaal iets anders. Ik, ik wil ten eerste van niemand afhankelijk zijn. Nee. Dus eh, ik wil niet thuis gaan zitten wachten totdat jij me Tot belt van, boek, ik ik, belt ik, van we ja, hebben er weer één. Ja. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb er ook een beetje. Of ik had er op een gegeven moment moeite mee. En omdat ik jou een aardige gast vind, wil ik af en toe voor jullie beschikbaar zijn. Ja. Maar niemand anders kan mij boeken. Nee. Ik vind altijd grappig dat al die sprekersbureaus die, die adverteren met mij. Oh ja. Maar ze kunnen me helemaal niet boeken. Als ze die bellen, dan. Uh... Ik zeg altijd nee. Ik ja. zeg al, uh, al jarenlang nee. Dus ik vind het heel bijzonder dat ze dan met mijn naam gaan boeken. Dan denk ik van ja, om klanten binnen te halen. Oh, en dan te ja, zeggen, ja, ja. ik verkoop je iemand anders. Ja, wat letterlijk in de praktijk gebeurt. En, Helaas. En, en ja. heel. Je weet, ik, ik, ook omdat ik in Spanje woon en niet heel vaak hier ben, doe ik het dan niet. Maar ik ben er altijd wel voor bepaalde organisaties. Als het Wereld Natuurfonds belt uh, en jij zegt, wil je daarvoor spreken? Dan vlieg ik in. Mm -hmm. Als er dat soort organisaties zijn, farmaceuten doen we niet meer. Hè. Farmaceuten <laughs> doen we niet meer. <laughs> doe niet meer. Nee, dat doen we niet meer. Dat wist ik toen al over. Dat ja. doe ik niet meer. Ja. Maar en ik, ik spreek voor, uh, voor universiteiten, uh, scholen en de, de groep moet groot zijn. En Dat zeg ik altijd. De groep moet groot zijn. Ik wil veel mensen bereiken. Studenten vind ik heel tof. Um, en dat doe ik dan vaak ook of, of gewoon voor niks. Of uh, voor een bedrag waarvan we denken dat is schappelijk. Maar ik weet niet, op een gegeven moment was mijn garage, geloof ik, 6.500 of 7.500 voor, voor een uurtje praten. Um, ik vind dat ik eigenlijk veel meer waard ben. Maar ik, vind het, uh, ik durf het niet te vragen. Nee. Ik vind het buitensporig veel geld voor een uur praten. Ik ja. vind dat, dat staat niet, ik, dat voelt niet meer goed dat voor mij. Goed. Nee. Ik, ik krijg er echt een slecht gevoel bij als, als ik 7.500 euro krijg. En, en dat is natuurlijk ook de denkfout, het is niet dat ene uur. Nee, ja, oké. Okay. Ja. En uh, er zijn natuurlijk sprekers die, die een programma hebben en die komen, die doen altijd letterlijk hetzelfde programma. Ja. ja, dat kan ik niet, dat heb ik niet. Dus ik, ik moet het voorbereiden. Ik wil me... Toch en al... een zijn, ja. Ik sprekers, wil me afstemmen ja. op, op die groep die er dan zit. Dus je bent toch aan het voorbereiden, en je bent aan het reizen. Dus uh, dan moet je denken van dat geld moet je uitspreiden, maar dan nog, ik vind het heel veel geld. Dat vond ik ook moeilijk. Dus dat wilde ik niet meer. Ja. Wilde, maar is het dan dat je meer het gevoel wil hebben dat je een toegevoegde, meer toegevoegde waarde had dan voor dat geld? Dat je, dat je, want ik bedoel, jou, als je nu een dag organiseert en de tickets uh, 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 volwassen prijs, om het zo maar te zeggen. Nou, ik denk als ik nu een, uh, een event, nou, laten we zeggen, de, de laatste keren dat wij uh, Maximum Potential deden, was een ticket, denk ik, 6700 euro, 750 ja. euro. Dat is in de BTW. Ja. Daar gaan we wel. Al. Dus als het 750 in de BTW is, nou, dan gaat er 150 euro af. Dan zit daarbij. Uh, twee keer lunch, twee keer avondeten. en wij hebben duur eten. Ja. Hey, ik vond je goed. Ik, ik heb natuurlijk, ik heb toen ik begon toen dus zei je moet naar al die sprekers toe gaan en ik ben bij de grote sprekers in Nederland geweest. En Jos Burgers, ik lag me altijd helemaal gek, Dat is ook een voorbeeld van ja, ja, het als ik ja. af en toe denk, van nou even lachen, dan zeg ik Jos op ja. en en dus ingewikkelde dingen, heel simpel. Ja, comedy over ik heb er kan veel brengen. van kunnen leren over, ja. over timing en grappig zijn. want ik heb moeten leren om af en toe grappig te zijn. Ik ben veel te serieus. En dan is wat ik bespreek is best wel ingewikkelde stof. Ja. Dus het moet af en toe luchtig en leuk ja, dus je zijn. Moet je moet je publiek ook af en toe ja, gunnen. En, en, even dat... en er zijn heel veel sprekers ja. die geweldig grappig zijn. Dus daar heb ik van kunnen leren. Um, maar ik ben bij iedereen geweest. En ik vond altijd het eten was kut. Uh, organisatie was meestal ruk. En dan dacht ik van als mensen bij mij komen. Dan, dan wil ik als gast... Wil ik het gevoel heb dat het goed is. Dus we hebben het beste eten. We hebben hele dure koffie. Het moet koffie zijn die ik lekker vind. Eten wat ik goed vind. We hebben gezond eten. We hebben vegetarisch, veganistisch. Dat kost heel veel geld. Dus onze grootste kostenpost is altijd de catering. Want als je voor 800.000 man de catering moet doen... dat kost veel geld. En het is allemaal onbeperkt eten en drinken. Nou, dan heb je een dure locatie. En ik ben altijd van liever meer licht dan minder. Uh, we hebben, denk ik, bij een live event 25 man crew lopen... Uh, dan heb ik mijn eigen productie buiten de techniek. Ja, je maakt er echt een show van. Ik, maak er, ik ja. probeer er wel ja. iets van te maken. Nou ja, dat zie je ook, ja. En natuurlijk, dan blijft er wel wat over. Maar in the end, business-wise, ja, heel eerlijk, kan ik natuurlijk veel beter een online event doen. Ja, vanaf, vanaf, vanaf je keukentafel. Gewoon thuis, toe, ja. uit maar, studio. Maar, maar dan toch heel even, want ben ik toch nieuwsgierig. Ja, als je het ja. niet wil vertellen, moet je het ook ja, zeggen tuurlijk. hoor. Maar wat is dan je grote verdienmodel op dit moment? Wat zijn dan de dingen waar je je geld aan verdient? Want die, uh, die, die, die shows doe je ook niet het hele jaar door, om het zomaar te zeggen. Dat doe je een paar keer. Nou ja, we hebben net gehoord de productiekosten lopen. Maar waar, waar zit dan uiteindelijk voor jou uh, nou ja, de kijk, business? Um, ik hoef niet het onderste uit de kan. Nee. Um, ik hoef er niet van te leven. Maar dat betekent niet dat ik het allemaal voor niks hoef te doen. Nee. Dat vond ik mooi. Jim Rons zei ook altijd. Ja, ik doe het niet voor het geld, maar ik vraag er wel geld voor. Ja. Ja, dat is logisch. Daar ben je ook veel te zakelijk voor om. om... Nou, ook dat. Ik, ik, ja, en ik vind ook, waarom zou ik het allemaal voor niks doen? Nee. Uh, ik heb zo vaak kaartjes weggegeven voor onze events aan mensen, dat ik dacht van, ja, die kan het niet betalen, die heeft het moeilijk. Oh, ja. En weet je wie er nooit komen opdagen? Die. 80% van de mensen die gratis kaartjes nee. geven, die komen niet. Nee, dus dat geen waarde. Ja. Nee, heeft het geen waarde. Ja. En um, als je overal een beetje verdient, dan is het goed. Dus ik heb natuurlijk mijn boeken, ik verkoop. Nou, het zak verkopen. 100.000 100 boeken plus per jaar verkopen. Ja, in eigen beheer. In eigen beheer. Ja. Het is mijn uitgeverij. We hebben niet veel kosten. Uh, dus de uitgever en ik hebben 50-50 dat bedrijf. Nou, dat betekent dat alles wat overblijft, dat delen we. Uh, en als je 100.000 boeken per jaar verkoopt, dan, dan blijft er wel wat over. En we hebben dan de online programma's die we doen. We hebben de, de live events die we dan nu weer kunnen doen. Nu de theatershow's. Dus het zijn al, ik zeg altijd, ja. multiple streams of income. Ja. En dan verdien ik hier en daar nog wel eens met, met een huis dat ik koop of verkoop. En ik investeer nog wel eens een klein beetje. Ik heb meditation moments. Ja. De app. We hebben 150, denk ik, 160.000 gebruikers Wie elke dag, jar, iedere dag. En wereldwijd ja. zijn het er nog veel meer. Ja, ja dat, dat is een paar cent elke keer die ik elke maand krijg. Ja. Uh, maar, maar daar hebben ook een beetje geld ja. aan. Maar daar werken ook wel twintig mensen. Ja, moet je niet er vergeten. werken twintig mensen uh, om die app, app. draaiend draaien ja. te houden. Ja, ja. Shit. Ik denk wel Wat meer. Is het dan content cre vooral? Nou ja, je hebt uh, de appbouwers, de technische developers, ja, ja, ja. die zijn altijd bezig om het bij te houden, nieuwe dingen te ontwikkelen. We hebben twee componisten weer. die muziek maken. Uh, ik spreek in, we hebben andere mensen inmiddels die inspreken. Uh, Robert Bridgman die is, uh, dingen voor ons gaan maken, uh, er komen steeds meer stemmen bij. Die dingen moeten worden opgenomen, die moeten gemonteerd worden, die moeten in elkaar gezet worden. Dus we hebben een content team, we hebben een marketingteam, je hebt klantsupport. Uh, ja. Microplastic BV is inmiddels wel een ja, serieus bedrijf ja, geworden. Ja, ja, ik heb natuurlijk drie bedrijven inmiddels weer. En ik moet wel zeggen, de, de app uh, heb ik volledig uit handen gegeven. Ik uh, ben met Cindy wel uh, voor het grootste gedeelte eigenaar. Maar het managementteam is mede-eigenaar. Iedereen heeft aandelen. Het, het is voor hun net zo groot belang als voor ons. En zij uh, voeren het management en dan zeggen ze af en toe van uh, goh Mike, wat vind jij ervan of uh, wat ja. zou jij doen maar day to day uh, doen zij dat okay. ja, dus ik kijk en eigenlijk jij komt niet af en toe om, om uh, in te spreken en, en dat en... doe ik thuis in mijn studio ja precies ja, ja. Ah, mooi ja. Het, 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 je bent een, uh, echt wel een groot voorbeeld voor veel sprekers in Nederland uh, ook voor mij persoonlijk uh, zoals ik al iedereen aanhaalde, ik haal je vaak aan als voorbeeld mm. zeker ja. voor mensen die dat pad willen bewandelen dat is mooi, om hoe heet dat nou ja een eigen schare fans op te bouwen uh, maar goed, wat ik ook wel meegeef... en uh, dat, dat heb je ook wel vandaag duidelijk laten blijken... is weet wel waar je aan begint. Ja. Want dat betekent wel dat je ook verantwoordelijkheid... voor elk individueel persoon moet, uh, moet nemen. Ja. En dan merk je altijd wel dat ja. mensen... Nou ja, goed, meer... Hè, je, je zegt nou, hier... Kijk, het hangt, het hangt ervan af waar je over spreekt natuurlijk. Ja. Um, ik spreek over zaken die te maken hebben met, uh, met mensenlevens. Dus ik ben me heel goed bewust van wat ik zeg. Ik kan heel confronterend zijn... Ik kan, ik, kan, uh, ik kan heel confronterend zijn als ik uh, bijvoorbeeld op het podium iets zeg over droeftoeters of excuustruzen of mensen die altijd maar zielig zitten te zeuren, kom eens van je plek af, mensen die liever in de slachtofferrol blijven, comfortabel ongelukkig zijn, dan voel je mensen van, oh, weet je, daar oh. krijg ik ook best wel vaak commentaar op. Ik zeg ja, maar ik doe dat niet om te oordelen over jou. Ik wil je helpen. Ik wil je wakker schudden. En ik weet dat ik bijna iedereen kan helpen, maar wel op mijn manier. Ik ben niet zachtzinnig, ik, ben, ik pak het echt hard aan. Uh, de manier is niet altijd prettig, niet altijd aangenaam, maar ik help bijna iedereen. Maar dat is wel verantwoordelijkheid. Want er zijn mensen die met emotionele problemen zitten, veel jongeren die, die door de hele toestand van de laatste jaar echt op, op, op richt zoeken naar richting, ja. naar houvast, naar hoop. Van ja. wat moet ik Stuurloos. Met me leven. Ja. Stuurloos. Ja. Niet allemaal, maar er is een grote groep die stuurt. andere groep wil geïnspireerd worden. Hij heeft iets van yes, ik wilde vergaan. Weet je, jij bent een voorbeeld. Ik wil doen wat jij doet. En dat is dus een verantwoordelijkheid. Want ik moet heel goed nadenken wat ik tegen jou zeg. Want als jij klakkeloos overneemt wat ik zeg. en daardoor gaat het fout, ben ik wel verantwoordelijk. Ja. Dus ik moet heel goed weten hoe ik daarmee omga. Ja, want wat heeft dat heeft dat dan ook een keer zijn. In de praktijk heb je ook wel eens. Dat, je, dat mensen dan inderdaad zo, ja, maar ja, ik heb alles gedaan wat je zei... en het, en het werkte niet, of iets dergelijks. Oh, dat hoor ik wel eens, niet vaak, maar wel eens. En dan zeg ik, dan heb je niet alles gedaan wat ik zeg <laughs> Want ik garandeer je, als je echt alles doet wat ik zeg... heb je absoluut gegarandeerd resultaat. Maar daar komen zoveel factoren bij kijken. Ja, het kan overal misgaan. Als jij nog steeds geen zelfvertrouwen hebt, geen eigenwaarde... je communicatie is ruk, niemand begrijpt je... je komt niet uit je woorden... Je... Je vindt jezelf helemaal fantastisch, maar dat ben je niet. Je moet jezelf eerlijk in de ogen kunnen kijken. Ben je eerlijk tegen jezelf? Waar doe je het voor? Ben je oprecht? Weet je waar je over spreekt? Heb je genoeg gestudeerd? Uh, heb je je goed voorbereid? Er zijn zoveel stappen die je moet nemen. Ja, meestal gaat het daar ergens mis. Ja, ja, eens. En dan lukt het niet. Ja. Als jij dan. Uh, we zijn bijna, uh, we zijn al ruim over de tijd in trouwens. Uh, volgens mij kunnen we nog uren doorkletsen met elkaar. Um, je hebt het ook al een paar keer gezegd hè, over die, die, die uh, authentiek zijn, hè? jezelf mm. durven te zijn op een podium. Ik, bijna in elke podcast, ook met alle sprekers, komt dat eigenlijk wel als belangrijkste eigenschap naar voren. Jezelf durven te zijn op een podium. Maar het grappige is, is dat uh, jezelf zijn klinkt heel eenvoudig, maar het allerlastigste wat er is. Mm. Waarom? Nou ja, dat is, dus, dat is dus ook de vraag die ik aan jou wil stellen. Waarom is het vaak zo in de praktijk voor mensen zo lastig om gewoon... Zich freaking zelf te durven te zijn, omdat we allemaal aannames op onszelf leggen hoe we zouden moeten zijn. Mm -hmm. uh, heb, jij, heb, heb jij tips bijvoorbeeld voor mensen of, of voor sprekers om, om ja. dichter bij zichzelf te kunnen komen? Ja. Kijk, het grootste probleem is dat de meeste mensen weten niet wie ze zijn. Als jij niet weet wie je bent, hoe kan je dan bij jezelf blijven? Ja, dan lukt dat Opgeluk, niet. Nee. Dat, dat gaat niet. Dus dan ga je bij iets blijven waarvan jij denkt dat je dat bent. Dus je moet echt, echt terug naar jezelf. En uh, ook dat kan soms wat minder prettig zijn. Want dan, ja, dan moet je echt gaan zoeken van wie ben ik? Waar zitten de kantjes die een beetje te scherp zijn? Waar moet ik kijken? Wie wil ik zijn? En luister naar mensen in jouw omgeving die, die, die jou goed kennen. Ik, ik heb aan mijn beste vrienden mensen in mijn omgeving gevraagd van kom eens naar mijn show kijken. Kom eens luisteren. Wat vind je niet goed? Oh ja. Waar vind je dat ik mezelf kan verbeteren? En die kwamen met feedback terug dat ik dacht van oké, okay, dit had ik niet verwacht. Zeker niet gehoopt. Uh, hoe ga ik hiermee om? Ja. In het begin ben ik dan ook van... nou, ah, ja, Dat weet. zie je natuurlijk verkeerd. Ja, 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 ja. Jij, jij ziet dat zo. Ga je verdedigen, ja. Maar, uh, ja, maar waarschijnlijk mijn, mijn publiek ziet dat anders. Ja. En toen dacht ik van... Nee, mijn publiek kan het ook wel eens zo zien. Ik kan heel erg overkomen. Ja. Ja. Ik kan... Uh... Vanmorgen zei iemand... Ja, die, die zei ik ben bij een theatershow geweest. Ja, ik vind wel dat het heel veel over geld gaat. Oké. Okay. Ik zeg... Oh, maar wanneer dan? Ik zeg... Het enige, het enige wat ik vertel in de hele show van anderhalf uur. is denk ik. Nou, laat het twee, drie minuten zijn. dat er een moment in mijn leven is geweest. dat ik op het dak van een flatgebouw heb gestaan. om te springen, omdat ik twee miljoen in de min stond. Nou, dat, dat duurt ongeveer een minuut. En daarna zeg ik. Wie heeft er wel eens geld zorg? Dat is een vraag, want het leven wordt duur. We hebben inflatie, het is moeilijk. We, 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 ik snap dat je daardoor zorgelijke gedachten hebt. Ja. Zegt dat is het hele blokje het over geld gaat. Ja, zegt. Nou, ik had de, de indruk dat het heel veel over geld ging. <laughs> ik zeg nou, dat vind ik bijzonder. Ja. Maar blijkbaar heeft iemand die perceptie. En als jij het zelf niet ziet, omdat dat jouw blinde vlek is, moet je heel goed leren van hoe ziet het publiek mij? En ja, dan ga je graven. Dit, dit is natuurlijk een zoektocht. Voor mij was dit ook wel, nou, laten we zeggen, tussen 2014 en. 2018-19. Hey, dus het, het heeft al vijf, ja. zes jaar geduurd om te vinden wie ik was. Ouder worden helpt daar ook op, wel op bij. Op het he? podium, ja, absoluut. Ja. Ja. Als je, als, uh, ja. Wat zou het toch een ja. feest zijn als je op je twintigste ja. al helder hebt wie je bent. Ja, ik, ik, ik kom te tegen. Mooi. Je hebt ze wel eens En, mensen, en, en je verandert ja. steeds. Ja, ook ja, ja. dat. Zeker. Ja, 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 ja. Als jij mij het zou mooi zijn als je jezelf als een soort hologram naast jezelf kan zetten van vijf, tien jaar geleden en nu. Kijk naar je persoonlijke waarden. Mijn persoonlijke waarden zijn veranderd ten opzichte van tien jaar geleden. En zeker ten opzichte van twintig jaar geleden. Dus nou, het beste tip is lees mijn boek. Ja. Uh, daar staat het in. En het helpt echt. Ga met jezelf aan de slag. Ja. Ga, ga ontdekken wie je echt bent. Dan pas kun je, kun je jezelf zijn. Ja. En kan je een succesvol spreker worden uiteindelijk. Dat denk ik, ja. 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 Mooi. Um... Ja. Tot slot. Mm -hmm. Want we hadden het net over dromen, we hadden het over doelen. Uh, je hebt dromen, maar dat zijn niet altijd doelen, begreep ik al. Zijn er ook nog doelen als inspirator, noem ik het dan maar even, om het, om een plat te slaan? Uh, heb, heb je doelen? Voor mezelf. Ja. ja, ik heb ieder jaar doelen. Ik ben nu bezig. Uh, dat is een doel om in het voorjaar een. een een jongere versie van Master Your Mindset uit te brengen. Dus een, een, het boek, maar dan echt geschreven voor 16 tot 27 jaar. Als je aan het begin van je leven staat, je zit nog op school... je moet nog echt alles gaan doen om die mensen meer richting en sturing te geven. Dat is een heel duidelijk doel. Ik wil die, die mensen, die doelgroep helpen. Um, ons persoonlijke doel is, we willen volledig zelfsupporting kunnen leven. Daar zijn we mee bezig. Ik vind het fantastisch om die tuin te hebben... En ja. Groente, eten ja. te verbouwen, ja. energievoorziening. Dat, dat je gewoon echt ja, je eigen boerderij hebt. Je, je kan voor jezelf zorgen. Vind ik. Dat is een doel, dat is een belangrijk doel. Um, ander belangrijk doel voor volgend jaar is dat ik heb gezegd... na mijn potential neem ik een half jaar vrij. Dus ik ga zes maanden niet optreden, geen events, niks. Dan ga ik wel tijd creëren om een boek te schrijven. Okay. Want het Ook is die... geen socials dan? Nou, wel minder, denk ik. Okay. Wel, wel aanzienlijk minder, ja. Dan een half uurtje per dag. Ik ga echt, echt, wel een half jaar voor mezelf, uh, omdat ik mezelf dat al te lang heb beloofd en ik moet dat nu gewoon eens een keer doen. Is het ik, nodig? Of? Ik wil leren, ik wil ja. studeren, ik wil boeken lezen, ik wil, ik, wil, ja, ik wil, zelf weer, weet je, even en ook tot Geplikeld rust worden ook. Ja. ja. En heb ik tijd voor nodig. Dus uh, dat is een heel belangrijk doel. En qua wat we doen is het, uh, wat we nu doen, ben ik heel blij mee. En het is niet een, een soort doelstelling van ik wil heel groot worden in het buitenland. Maar ik vind het wel heel leuk om, om wat ik nu in Nederland doe, om dat ook in het buitenland te doen. Omdat ik denk dat ik wel mensen daar ook kan inspireren. Ja. En ik vergelijk mezelf niet echt met anderen. Maar als ik dan een beetje kijk, denk ik van ja, ik, ik zit een beetje tussen wat, wat Wayne Dyer deed en wat Tony Robbins doet. Mm -hmm. Ik heb de rust en het spirituele van Wayne Dyer. Ik doe een beetje het persoonlijk meesterschap uh, wat Tony doet. Het zakelijke van, van Dempena. En dat zou ik wel uh, in de wereld willen doen. Ja. Maar en, dat betekent dat je eigenlijk weer van scratch van moet beginnen. Ja, want dan, dus dat ben ik nu aan het doen. Dan ben je de, de, de Engelstalige. Ik ja, wil uh, weer met nul ja. beginnen, nul ja. volgers. Ja. Um, ik doe nu de, de, de maandelijkse meditaties live op YouTube. Doe ik ook in het Engels. En dat is te gek, want dan heb ik mensen uit Rusland en uit Egypte en uit Syrië, uit Australië, uit, Australië, uit Amerika. Dan denk ik van wauw, er zijn nu duizend of vijftienhonderd mensen uit de hele wereld. Het zijn er een paar, het ja. zijn er heel weinig. Die zitten met mij te chatten. Die doen nu mee met deze meditatie. Eigenlijk wat je vindt, vindt in het begin leuk. met de boekhandel als deed. Uh, ben, ben je weer opnieuw ja. aan het doen. De ja. kleine stapjes aan het zetten. Ja, en ik, heb, ik heb het boek nu uh, vertaald in het Engels. We zijn nu aan het kijken hoe gaan we dat uitbrengen. Gewoon weer helemaal opnieuw beginnen. Hoe, hoe komen we in Londen? Hoe komen we in New York terecht? En als je zegt een droom. Ik had nooit gedacht dat ik theater zo leuk zou vinden. Ik vind het echt heel leuk. Maar ja, ik ben natuurlijk niet Guido. Ik doe mijn ding, maar mijn ding zou ik wel graag in Londen doen en, uh, en in New York. Ja. Dat zou ik te gek vinden. Ja, fantastisch. Ja. Nou, leuk. Ik uh, heb bijna uh, alle, vertrou ik heb alle vertrouwen erin dat, dat, uh, dat wij elkaar over zes jaar weer spreken ja, en dan uh, waarschijnlijk uh, in New York en moeten in het Engels doen om ja. Uh, ja, toch ja. een beetje de vent ja, ja, te uh, Als je daar een tijdje bent geweest, dan. Ja, nee, of course. Je gaat er zelfs wel praten. Maar ik wil wijze bedankt. Uh, super voor bedankt je tijd. voor de uitnodiging. Ja, dankjewel. 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 Jullie allemaal bedankt voor het uh, kijken en luisteren naar deze podcast. Uh, de 49e, zoals ik in het begin al zei. Dus uh, is dit de eerste podcast die je ziet of uh, luistert, dan, uh, nou, dan heb je nog heel wat huiswerk te doen om uh, alle andere 48 ook uh, door te spitten. Uh, bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende.